Rietje en ik hebben het allemaal besproken. We hebben een huurcontract gemaakt en het is allemaal best in orde. En dit kan niet anders in verband met de inflatie, anders snij ik mezelf in de vingers. Ja, zie ik u wel doen, ja. Ja. Dus, Hallo Chris, alles goed boven? Nou, we hebben het net over de Ja, daar hebben, hebben we het over gehad, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Ja. Was dat nou nog? Niks bijzonders. Ze vroeg of ik iets voor de wilde verlengen. Kan het iets preciezer? Het huurcontract. Oh? Ja, dat gaat omhoog. Ik kan je niet helemaal volgen, hoor. De huur van hierboven, 150 gulden per maand. En als ze het niet willen betalen, dan zijn er genoeg anderen die het maar al te graag willen. Ik wil geen andere mensen. Ik vind ze aardig. En meer kunnen ze niet betalen. Zeg, Rieke, even wacht nog eens even. Luister eens even naar me. Ik luister al 20 jaar naar je en je hebt nog steeds een onprettige stem. Hij heeft het weer gezegd, Nol. 2 keer. Oh ja? Nou ja, hij weet toch niet wat het is. Ik kan het me ook niet herinneren. Ja, en als hij het wel weet, dan heeft hij er niks aan. Want het is een vogel en die hebben een heel saai seksleven. Tweet, 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 tweet. Ik heb een bosje bloemen voor je gekocht. Oh, no. Maar natuurlijk vind ik dat leuk. Ja, ja, maar dat is het niet. Dit is iets anders, hè. Ik heb... Ja, kijk, ik... Ik heb een doosje bonbons voor je gekocht. Oh, Nol, dankjewel. Oh, soms kan jij toch zo... Was dat wat je me wou vertellen? Nee, er is nog iets anders. Eén dingetje. Ik heb... Oh, Nol! Oh. Haal dat lichaam van me af! Doe nou niet zo flauw, Rietje. Dus jij hebt niet gedaan wat ik heb gezegd. Huh? En daar heb je over zitten liegen? Nou ja, als je dat zo noemen wilt, ja. Ja, ja, precies, ja. En wat wou je dat dan aan doen, hè? Dit!